klopt. Okay. Outer, we zoeken even een plekje in de schaduw, want de zon schijnt. Schijnt hij ook weer op Groningen? Nou, daar is nog iets te vroeg voor. Alleen wat we vandaag wel duidelijk hebben gezegd, voelt wel als een symbolische nieuwe start. En zonder dat we alles vergeten wat er is gebeurd, daar hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan. Ja, is dan denk ik een mooi moment dat we vandaag dit kunnen aankondigen. Denk je dat de organisatie er overheen is of in ieder geval weer door kan, dat er een streep onder staat? Ja, onze eigen organisatie zeker, en dat voel ik al veel langer. Maar uiteindelijk gaat het dan niet alleen om onze eigen organisatie, het gaat ook om supporters, sponsors en iedereen die FC Groningen een warm hart toedraagt. Nou, dat begin ik ook wel te voelen en ik denk ook dat dat het beste is. Je hoeft niet te vergeten, dat doen wij ook niet. Je hoeft ook niet te vergeven, dat doen wij ook niet. Maar uiteindelijk als je de club wil helpen, zullen we toch met z'n allen erachter moeten gaan staan. Als je kijkt naar wat er gebeurt, hoeveel seizoenkaarthouders wij nu op dit moment al hebben verlengd. Als je kijkt naar wat er op sponsorgebied gebeurt. Maar ook als je kijkt hoe er gereageerd wordt op de nieuwe versterkingen of de versterkingen die wij nu hebben gedaan. Nou, dan stemt mij dat wel positief. Alleen we hebben daarin nog wel uiteraard gewoon nog een hoop werk te doen. Maar lijkt me nu weer wat leuker om bij FC Groningen te werken. Het is inderdaad nu wat leuker dan een aantal maanden geleden, ja. En je noemt het een symbolische nieuwe start. Wat maakt Dick Lukien die nieuwe frisse wind? Nee, je gaat altijd als je een nieuwe trainer aanstelt kijken van oké, kan deze trainer een handtekening zetten onder zijn elftal. Dus dan ga je heel veel wedstrijden van Emmen zien. Nou, ik denk dat Emmen altijd met een heel duidelijk plan aan de wedstrijd begint. Dat je daar ook daadwerkelijk de hand van de trainer in ziet. Wat ik ook een van zijn kwaliteiten vind is dat hij ook tussentijds het plan kan wijzigen en het weer richting zijn eigen team kan trekken. Iedereen, wat ik net ook zei, zal bij Emmen nog denken aan de wedstrijd tegen PSV en tegen Ajax. Maar ik vond Go Ahead Eagles een heel mooi voorbeeld. Een hele matige wedstrijd die uiteindelijk door een tactische omzetting kantelde en Emmen nog een punt opleverde. Nou, ik denk dat Dick dat ook kan. Volgens wil je natuurlijk weten, hoe doe je dat dan? Hoe werk je dan met mensen? Hoe ga je met spelers om, met staf? Hoe zie je dat? Hoe ga je dat dan bij FC Groningen doen? Daar ga je meerdere gesprekken over voeren? Daar hadden we best wel snel een klik op de inhoud. Dat ga je natuurlijk ook toetsen. Bij mensen die met hem hebben gewerkt, spelers die heel tevreden zijn geweest of veel met hem hebben gespeeld of juist weinig. En ja, dat is alom ook positief. Ja, en uiteindelijk kijk ik natuurlijk ook wat voor mensen zitten tegenover me. Ja, en Dick is nuchter, is duidelijk, is recht door zee als het moet, is hard als het moet, maar is ook absoluut van het samenwerken. En ja, voor mij ook heel belangrijk, is heel erg trots om hier te mogen werken. De vraag, wat zou je doen als we Groningen zouden degraderen, zou je er niet ook willen werken? Ja, was voor hem een no-brainer, ja natuurlijk. Dit is ook wel een beetje zijn club. Mooi. We hebben elkaar geregeld gesproken de afgelopen tijd en één ding was duidelijk, de selectie moet beter. Er zijn nu een paar jongens bijgekomen, ben je tevreden met wat er nu al staat? Ja, anders zouden we die natuurlijk niet gehaald hebben. De opdracht die is best wel fors. Hè. Als je 9 tot 10 nieuwe spelers binnen wil gaan halen. En aan de andere kant moet niet iedereen vergeten dat er ook nog echt een aantal spelers gewoon zullen gaan vertrekken. Maar ik ben blij dat we in ieder geval vanaf de eerste training met een behoorlijk geraamte kunnen gaan starten. Want ja, er zal wel aan iets gebouwd moeten worden. En is het wel belangrijk dat er een aantal hoofdrolspelers al zijn. En ik hoop dat we de aankomende weken dat verder kunnen gaan versterken. Ja, er zullen ook zeker een aantal jongens vertrekken. Je noemde net eerder tijdens de persconferentie Johan Hoven. Je gaat vanuit dat hij weggaat? Ja, nee, bij Johan is bekend dat daar een gelimiteerde transfersom in zijn contract zit. Anders was hij überhaupt niet bij Groningen gaan voetballen. Daar hebben we alles aan gedaan om die eruit te krijgen. Maar oké, Johan heeft ook zijn eigen ambities en daar is gewoon veel interesse voor. Dus de verwachting is wel dat hij vertrekt. Jongens zoals Laros Duarte, Thomas Soeslof, jongens die eventueel wat te kennen hebben gegeven, een stap te kunnen of willen maken? Ja, op dit moment speelt daar nu niks. Marvin Peersman hoorden we ook, die bevestigt hier daar zijn interesse in. Ja, zeker. Ja, dus wij zien in hem een linksback. Een linksback die in ieder geval betrouwbaar is en een uitstekende verdediger, maar ook erg comfortabel aan de bal. Ook nog eens een keer het voordeel dat hij ook nog eens links in het centrum kan spelen. Dus ja, wij zouden van hem graag een FC Groningen speler maken. En dat ziet er wel goed uit, hè? Ik heb daar vertrouwen in, maar nogmaals, de slingers gaan pas opgehangen worden op het moment dat de handtekening staat. Je noemde verder een box-to-box speler om Johan Hoven te vervangen, buitenspelers en een ander type spits. Ik moest denken aan Elvis Manu. Ik sprak hem twee maanden geleden en toen zei hij, ik wil heel graag bij Groningen blijven. Is dat nog een optie? Nee, is geen optie. We hebben ook met Elvis gezeten en eerlijk gezegd dat uiteindelijk hij beter ergens anders kan gaan kijken. Dus we zoeken inderdaad naar een wat ander type. Kan je misschien iets geven van een idee wanneer we die namen kunnen verwachten? Nee, op dit moment is daar nog niet iets dat we zeggen, dat is een richting. Je weet dat we dat vanuit een teamgedachte beslissen. Natuurlijk zijn er voldoende namen. Alleen ja, je gaat ook kijken naar wat is er beschikbaar. Lukt het? Wil de speler? Kunnen wij? Is het voor ons de ideale versterking? Ik denk ook altijd dat het goed is dat je in de eerste paar weken de trainer echt laat kennismaken met de groepen. Want die zien ze dan elke dag gaan werken. Daar zal ook altijd weer een ander inzicht komen.
komen. Dus daar moeten we ook op anticiperen. Maar wat ik heel graag wil hebben is dat je voor 1 juli of misschien die week daarna het geraamte, de as van het elftal, zoveel als mogelijk hebt staan. Nou, als dat lukt, dan zou ik hartstikke tevreden zijn. Dank je, veel succes. Oké, dank je. Thanks, Wouter.